Het berekenen van hoeken in een rechthoekige driehoek met behulp van de rekenmachine. We gebruiken hiervoor de tangens, de sinus en de cosinus. De opdracht staat telkens in het rode kader aan de rechterkant. Bij deze opgave zijn gegeven de overstaande rechthoekzijde, die is 6,8 meter, en de aanliggende rechthoekzijde, die is 15 meter. We moeten hoek A berekenen. Met de gegevens kunnen we de tangens van hoek A berekenen. De tangens van hoek A is de overstaande rechthoekzijde, 6,8, gedeeld door de aanliggende rechthoekzijde, 15. Om van de tangens naar de hoek te komen, moeten we de tweede functietoets gebruiken en de tangens, dus het omgekeerde van de tangens. We willen natuurlijk geen afrondingsfouten maken, dus we gebruiken het antwoord van 6,8 gedeeld door 15. We doen dat door de tweede functietoets en de antwoordtoets te gebruiken. Nu nemen we het omgekeerde van de tangens van 6,8 gedeeld door 15. Met de entertoets komen we op de hoek. Die is 24,4 graden. Met clear maken we het scherm leeg. Bij de volgende opgave hebben we de overstaande rechthoekzijde en de schuine zijde, oftewel de lange zijde. We kunnen nu de sinus uitrekenen. De sinus van de hoek is de overstaande gedeeld door de schuine zijde. Dus 6,8 gedeeld door 16,5. We hebben nu de sinus van hoek A uitgerekend. Om de hoek uit te rekenen, moeten we het omgekeerde van de sinus doen. Met de tweede functietoets en de sinustoets nemen we het omgekeerde van de sinus. We moeten dit weer doen van het antwoord. Dus met de tweede functietoets, het antwoord en we komen op de hoek. Deze hoek is afgerond 24 graden. We maken het scherm weer leeg en gaan naar de laatste opgave. Bij de laatste opgave hebben we de aanliggende rechthoekzijde en de schuine zijde gekregen. De aanliggende rechthoekzijde is 15 meter, de schuine zijde is 16,5. We kunnen nu de cosinus uitrekenen. De cosinus van de hoek is de aanliggende rechthoekzijde, 15, gedeeld door de schuine zijde, 16,5. We hebben nu de cosinus van de hoek uitgerekend. En om van de cosinus naar de hoek te komen, nemen we de tweede functietoets en de cosinus en weer de tweede functietoets en de antwoordtoets. Met enter komen we nu op de hoek van 24,6 of afgerond 25 graden. Tot zover de tangens, de sinus en de cosinus op de rekenmachine.